zijn we weer, man, Koop. Oh shit. Hoe lang is het geleden? Een goed jaartje wel, man. Ik dacht, je was me vergeten, man. Ik heb het hele jaar Nes in proberen te fixen, maar ik kan nooit. Ik dacht, fix jou maar. Oh, zo ben je. We zijn hier vandaag in de nieuwe Osso, samen met Q, motherfucking. Als laat me nou gewoon Osso, even, zeg gewoon Osso. Laat me gewoon even een beetje stoer praten. Ja, maar dan moet je Osso, dus Osso. Hey, Osso. Nee, oké, okay, jij mag Osso zeggen. Het is jouw Osso. Het ziet er wel uit als een Osso van iemand die zeg maar een miljoen volgers heeft. Hoe zou dat nou weer? Ja, dat is een mooi huisje. Oh, nice, thanks. Ja. Oh, je bent zo? Het was in de tijd dat ik hier hang, ga even naar mijn YouTube kanaal toe. Oh ja, dat is ook goed. My man, QC, voor de mensen die je niet kennen, omschrijf jezelf eens in één woord. Dik. Ik ben benieuwd wat we gaan doen vandaag. We gaan prijzen raden van dingen. Ik persoonlijk, ja. En daar ben ik gewoon eerlijk in, ik kijk weinig naar de prijs in een supermarkt. Ja, ik ook. Als ik zeg maar in mijn eentje boodschappen moet doen, dan kom ik ook echt met... Dan heb ik maar zo'n tasje en dan is die 140. Denk, hoe kan dit? Wij zijn gewoon die guys die gewoon heel gevoelig zijn voor het feit dat ze al die dure shit op ooghoogte zetten. Is wel zo, maar ik, een tijdje terug moest ik wel echt voor die cheaper gaan, man. We gaan beginnen met de quiz. Lekker, man. Ben je een beetje voorbereid? Heb je je veel voorbereid? Ja, oké, okay, super nice. De eerste, Pampers. Oh, maar die hoor ik te weten. Die hoor jij te weten. Pampers, maat 1, 44 stuks in één pak. Maar, maar dit is niet eerlijk. Ik heb geen fucking kind. Ja, ik heb er twee. Ja, dus jij zou dit moeten weten. Ja, maar... Degene die het dichtst bij in de buurt zit, die heeft ook gewoon een punt, hè? Ja, hoe gaan we het puntensysteem? Ja, man. Vraag is er een winnaar of een verliezer? Ik heb gisteren, ik zweer het. Wanneer was het? Ja, gisteren heb ik nog een pak Pampers gekocht, maar ik weet het gewoon niet meer. Volgens mij was het iets van 6 euro of zo. Maar ligt er ook aan welke, is het, of 44 stuks? Nee, oh. Ik zeg 4,20 euro. Nee, niet voor 44 Pampers, bro. Nee, dat is niet zo... Is het niet zo duur? Nee, dat is veel duurder, man. Is het duurder? Ik denk wel 13, 14 euro, man. Echt? Oké. Of zoiets. Dus kies iets, 13 of 14. 11. Afspraak. Oké, 11 en 4,20 euro. Ja. Ah, het zit dichterbij, lekker. Ja, man, ik zei het toch? Lekker man, ja, geef me wel, ga maar die flesje ook een keer, ik heb een punt. Abonnement nemen op Bluis, dat je gewoon elke maand korting krijgt. Ik weet niet, maar misschien moeten we een business daarin opzetten. Nee, man, let's go. Q-call, Pam? Q-calls. Call Q. Kijk. Snoep, groente, tomaat. Hé, ik chap geen tomaat, man. Is groente, daar heb ik toch geen verstand van, man. Eigenlijk alles wat ongezond is, dat lust ik. En wat gezond is, niet. Hey, dat mensen tomaat eten, oké. Okay. Maar ga het geen snoep noemen. Tomaat is geen snoep. Ik snap de marketing erachter. Ze willen denken van, hey, kinderen moeten gezonder gaan eten. Dus we maken gewoon tomaatjes, maar die noemen we snoep. Want dan denken die kinderen, het is snoep. Ja, maar het is op zich alleen maar goed, toch? Het is wel goed, maar het is geen snoep. Noem een bedrag. Tegelijkertijd, ja? Zeg okay. Iets. 3, 2, 1, 22. Oh, dicht bij elkaar. Wie heeft gelijk? Oh! Hey, mini tomaat. Nee, maar dit, was jij weet dit. Nee, jij haalt altijd paprika's en dan zit dit ernaast. Fuck it, ik haat tomaat. Wat zit erin? Nee, hou je hand op. Stoep tomaat. Jij bent gewoon. Dus dan weet je nog hoe duur het is. Ja, ik heb toch een vriendin die boodschappen doet. Spuit hem ook in je. Het staat 1-1. Macarons. Ik heb geen idee. Ik vind deze dingen ook fucking overhyped en gaar. Wat is dit? Ik weet niet of ik ze lekker vind. Dit zijn van die units die er super cool uitzien zo, maar eigenlijk nergens een smaakje. Oké, macaron. Ik zeg maar gewoon wat. Ik zeg 4,20. Ik zeg 3,50. Oké. Ja, toch. 2-1. Teringzooi. 5 euro voor fucking niks. Maar wat is dit? Is het hamburger? Macarons. Ja, nee. Heb je dit nog nooit gezien? Nee, man. Ziet er lekkerder uit dan snoeptomaatje. Je hebt een punt. Lekker, Q. Het lekker, gaat er weer heen. Ja, met één been in de finale, maar nog niet daar. Johnny Walker Platinum Label, man. Platinum, oh, geweldig. Expensief, man. Je hebt red label, black label, gold label, platinum daarboven zitten. Dan is het ongeveer... Wat ga jij zeggen? Ik ben benieuwd wat jij gaat zeggen. Want ik heb een idee en dan ga jij mij proberen te volgen. Dus wat zeg jij maar als eerst? Zeg het tegelijk. Oké. 3, 2, 1. 111. 111, zei ik. Ik zeg 110. Oké. 3, 1. Jalapeno peper rood. Wow, dit is simpel man. 1,70 euro toch? 89 cent. Mag ik terug? Wat wil jij zeggen dan? Ik wil zeggen 55 cent. Kut. Hé, hey, mi pang pang jongen. Wat zeg jij? Het is ten eerste ma pang pang. Nee, het is mi pang pang. Heksenkaas. What the fuck is dat? Dit is echt te white voor jou. Dit doe je op toastjes en zo, weet je wel. Zo romantisch met je vrouw. Het moment dat jij nooit hebt, maar toch. En jij dan? Ben jij wel lekker romantisch? Ja, man, 100%. Ja? Kijk al die kaasen hier. Ja, al die foto's van jullie samen waar die gesponsord is. Oh, je bent weg, wat zeg jij? Hier, man, dit is gewoon real love right there. Waarschijnlijk is gewoon een fotolijstje gesponsord, maar hey.
Van jou weet je ja, dat klopt. Deze hebben we gratis gekregen. Heksenkaas. Zeg iets, ja? 3, 2, 1. Wacht! Hoeveel kaas is het? Gast, weet ik veel. Zeg iets. Oké. Okay. 3, 2, 1. 44. Oh. Gast, je weet niet eens wat heksenkaas is. Ja, maar bro, het is een dingetje. Je hebt het of je hebt het niet. Bellen Madeira. Ja, wat is dit voor elitaire shit? Nou, wijn, maar dat is jouw wereldje toch? Gast, dit is een klein s'avonds flesje. S'avonds op de bank samen met Nina. Jazeker. Oh, flesje wijn. Oh, oh first date kijken. Oh. Oh. Dat heet gewoon verliefd zijn. Oké, heeft dat wel eens meegemaakt? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. 3, 2, 1, 6 euro. 3, 20, 6 euro. 6-1 man, bro. Dit is een... Ik ben zo tamtoe slecht hierin. Jij hebt echt geen besef meer van de realiteit. Gast, ik wist niet hoeveel tomaten kosten. En ik trok ze gewoon uit de grond. Dat is gewoon gratis bij mij. Heksenkaas, ik maakte gewoon kaas van mijn eigen melk. Robijn wasmiddel, 21 wasbeurten. Oh, dit is zo. Hé, maar dit is niet goedkoop, man. Zeg je nee, dit? Nee, Nina nee, koopt nee. Het altijd in de bonus. Ik zeg 7 euro. Nee, dit is duurder, man. Zeg iets. Dus 11,60 euro. Dit mag je hebben, man. Hey, maar ik sta er toch wel weer dichtbij. Ik wil Nina bedanken voor het doen van de was altijd. Ja, hey, ik wil Hanan bedanken voor het opvouwen van de was. Rode kool. Dit moet jij weten. Dit moet jij weten, man. Jij komt uit plattenland. Dit haalden we niet eens uit de fucking winkel. Dit trokken we gewoon bij de buurman. Die had gewoon zijn kool en pakte het gewoon weg. Ja. Dat is niet waar, dat is bullshit. Maar alsnog. Ik kook niet biologisch. Duur, man. Ja, maar het is wel goed biologisch. Zak ja, rode kool. Klaar voor? 3, 2, 1. 3,50. 3,50, 2,20. Puntje. Man, ik zeg je eerlijk, ik ben zo lekker normaal gebleven. Hier de chocolade. Hey, dit is ook niet gekomen, man. Dit is aanmerk. Ja, ik weet deze man. 1,90 euro. 1,40 euro. Hier zat er maar 19 cent vandaan. Hey, bitch, jongen. Je bent aan het schiemen, man. Ja, bro, je praat over snoep, man, bro. Ik hou dit wel voor mijn kinderen, maar voordat ik thuis ben, heb ik het al helemaal gegeten. Instant noodles kip. 35 cent. 25 cent. Dan. 35, 25. Bro, jij bent echt gewoon... Jij weet niet meer wat realiteit is. Jij gast 25 cent, 35 cent of 45 cent. Hoe gives a fuck? Is een verschil. Waarschijnlijk als ik niet zo snel 35 had gezegd, had je waarschijnlijk 1,40 gezegd. Omdat je gewoon niet meer weet wat de realiteit is. Kaas fondue vers pakket. Ja, wat allemaal groentes, man. Dit is nieuw voor jou, hé. Dit is een wortel, dit is een bloemkool. QC, wat is dit groene ding met dat steeltje? Dat is een appel. Hé, je hebt een gek witte vlek op je hoofd. Boy. That escalated quickly. Zo, weet je nog, ik had één keertje zo'n video dat ik bij jou heel de naar buiten aan het staren was. Wat deed jij? Ja. Het was gewoon buiten, was veel water en zo waar je woonde, man. Ik zag gewoon mensen op boten en zo en ik was gaan staren, man. Ik zit er ook nog een prijs aan verbonden, of niet? Ja, ja, ja. Echt het snoeptomaatje. Godver. Kaasfondue, ja, 3,70 euro zo. Nee, 6 euro. Ja. 3,70 euro, 6 euro. Ja. Hey, je bent de realiteit verloren, man. Toiletpapier. Oh, de. Gebruik jij dat wel eens? Ja, maar één rol per keer. That is one big pile of shit. Ja, dit is gewoon huismerk, hè? Ja, maar dit is 4 laag, zeg. Gewoon die dikke shit. Ik zeg 5,20 euro voor een beetje. Nee, maar dit is 4,75. Nee, dat kan trouwens niet. 4,80. Namaste, bitch! Kistje per sinaasappelen. Oh. Wie koopt nog 15 kilo sinaasappel? Ja, gewoon voor het sapje. Ik ga voor... 8,49. Ik ga voor 8,48. Ja? Ja. Oh, dat is spannend. 8,48, 8,49. Ja, man! Ik zat om je dichtbij. Kampioenschijfjes, gadverdamme. Dat gaat dat niet eens weten. Nee. Maar het is 1,20 euro. Nee. 1,40 euro. 1,40 euro. 1,70. Ja. Hoe denk je dat dit 1,70 is, man, bro? Tampons champignons in een glazen pot. Hoe kan dit onder de 1 euro zijn? Tampons. Zo. Oh, ik weet het al, man. 2,30 euro. Dat moet er ook zelf. Tampons, oké, ik denk 3 euro. 2,30 euro, man, 100%. Ik bedoel, ik zat 20 cent ernaast, bro. Pedigree. Hondenvoer, droog, light, kip en groente. Je hebt een hond, hè? Dus jij moet er van weten. Pedigree. Pedigree, Wat zegt dat nog eens? Pedigree. Oh, kut. Oh, jij bent al. Ja, ik denk 33,49. Ik ook. Nou, fucking lekker. Hoe dat drukte je door? Ja, dat was een foutje. Yo, was dit de laatste? Nee. We hebben nog 2. En ik heb gehoord dat als ik één van deze 2 goed heb, dan krijg ik 50 punten. Hier, huzarenslaatje. Oh ja, maar deze ken ik, man. 39 cent. Nee. 49 cent. 49 cent. Nee, 35 cent. Ik zeg 39, jij zegt 35. Ja, afgerond! Dit is de eerste die ik goed heb. Dit is al voor 35. Hoezo? Jij weet niet eens wat dit is, man. Tuurlijk wel, man. Dit aantal wij voeren elke dag. Hier zit een lepeltje. Hier zit geen... Jawel. Dit is wat we eten in de achterstandswijk, neef. De laatste. Party Pack M&M's. Wie deze goed heeft, wint 50 euro. €50. Als je hem exact goed hebt, krijg je 50 euro. Van de ander. Oh nee, maar ik heb geen 50 euro bij me. Dat is een keer. Abonneer trouwens.
trouwens even op mijn kanaal, voordat we overgaan naar de finale. Abonneer even, zou ik lekker vinden. Wie deze goed heeft, krijgt 10 euro, maar dan moet je hem exact goed hebben. Exact! Exactamundo. En anders, doen we het volgend jaar weer, ja? Als we dit nou vet vinden, wil je mij een rematch geven? 2021 komen we terug, doen we precies hetzelfde. 4,99 euro. 6,20 euro. Zullen we kijken? Ja. En je zei net nog 7 euro, hè, maar daarna ging je toch naar 5. Je hebt wel zwaar gewonnen, man. 14-4. Later. I'm white as fuck.